Dit is Elfie Hewitt, 23 jaar oud, de titelverdediger hier in Rotterdam. Won vorig jaar de finale, ook van zijn landgenoot Gordon Reid. Toen was er sprake van een eenzijdige wedstrijd en won die in twee simpele setjes. Nu is Reid attent en loopt zelfs uit naar een 5-2 voorsprong. Maar dat is geen garantie voor succes. Want vorig jaar won hij voor het laatst nog eens een set van Hewitt. Terwijl de laatste 9 duels zelfs door Hewitt werden gewonnen. 5-4 dan. De concentratie bij Reid. Want opnieuw dreigt het mis te gaan. Een dikke arm om de set binnen te halen. Had hij al de kans voor bij 5-2 en nu lukt het weer niet. Reid vergeet het dus af te maken. Even later 6-5 voor Hewitt. En dan een breakpoint, de setpoint voor Hewitt. En die pakt de eerste set. Opnieuw dus van Gordon Reid. 3-2 dan in de tweede set. Wordt het spannender. Deze bal weer gemist door Reid. Ja, hij krijgt zijn kansen wel tegen Hewitt. Het cynische lachje op zijn gezicht, maar het lukt maar niet. Een set pakken alleen al. Laat staan een wedstrijd te winnen van hem. Dit is wel goed. Met de backhand tegendraads gespeeld. En in het rolstoeltennis is dat dan al heel erg lastig om zo'n bal nog terug te krijgen. 4-3 dan voor Hewitt. En Reid met een prachtige bal langs de lijn gespeeld. Ja, hij kan het wel, maar tegen Hewitt, waarmee hij ook heel veel dubbelt. Ze hebben zelfs samen al 10 Grand Slam titels gepakt. Lukt het maar nooit. 4-4 dan. Een breakpoint weer voor Reid. Maar dan de fout gemaakt. Ja, de kansen zijn er, maar hij pakt ze niet. Even later is het 5-4 en moet Reid dus serveren om in de wedstrijd te blijven. De return is goed van Hewitt. De vertragende bal van Reid. Hij kon iets anders. Zijn backhand normaal gesproken een wapen. Maar als die halfcourt wordt gespeeld, dan kan Hewitt daar wel iets mee. Een lekkere rally. De rechtshander Hewitt tegen de linkshandige Reid. En daar komt Reid tekort. En dan komt Hewitt dus op een matchpoint. En dan kan hij opnieuw de titel pakken hier in Rotterdam. En dat doet hij. De backhand is voldoende in de hoek. Dus pakt Elfie Hewitt voor de tweede keer in zijn carrière de titel hier in Rotterdam. Tijdens het ABN AMRO World Tour Tennis Tournament. Hij is de beste in die finale tegen Gordon Reid. De Korkos is gewonnen door het duo uit Groot-Brittannië. Zij kiezen ervoor om te gaan serveren. Het is tijd voor de warming-up. Dat is
Oké. Stuart Reed. Stuart Reed lead. 2 games to love. Thank you.
Serenç Gürbi. To set Sura 6-1, 6-1. Tegen elkaar en nu met elkaar de dubbelfinale. De cijfers, ze mogen duidelijk zijn. 6-1, 6-1. U geweldig applaus. Voor Elvin Hewitt, Gordon Reed. Het grootste zilverwerk gaat mee naar Groot-Brittannië. Dan geef ik graag het woord namens het team van de runner-up aan Michael Schreffers.